Welkom bij aflevering 26 van Hunnigeen. Tja, wat kun je ervoor zeggen? Het was de hele avond huilen. Zelfs Breienburg liep huilend het veld af. Ook nog een pingel gemist. Ja, favoriete speulen had ik niet echt, maar we blijven achter de ploeg staan en het komt toch allemaal weer goed. We hadden Prins Bart in eerste af moeten laten trappen. Dat ging vorige keer ook goed. Vorig jaar gingen we met de supporters met de trein naar Almelo. Stond er een oud vrouwtje op het perron. Ik zeg, welke trein gaat er naar Almelo? Zeg ze die gele, tegenstander Heracles Almelo. Dat is denk ik de eerste club die een speuler in Nederland zwart betaalde. De eerste zwarte speuler in ons land, Steve McCone. Die speelde in 1957 bij Hully. Ik zeg maar zo, denk niet wit. Denk niet zwart, maar in de kleur van je hart. Rood, groen en zwart. We moeten wel die ermenteringos in de gaten houden. Die is gevaarlijk, leg hem een banden, want die schiet uit alle standen. Hij had er 12 in liggen. In Almelo zien de mensen s'avonds heel erg nieuwsgierig. Die hebben handvatten op de gordijnen. Die onder de kofferagent, Alberto Stegeman, zou daar een broer van die trainer John Stegeman zien. Dat moet haast wel, want die is ook geboren in Almelo. Had van de week stiekem achter het hek naar onze trainingscentrum te kijken. Een eind verder lag een stelletje in het gras te vrijen. Heurde die jongens zeggen, hou jij mijn piemel even vast. Hoezo, zei die met, moet je weg dan? De voorzitter van Heracles, Jan Smit, die stopte van de zomer mee. Hij is gevraagd als vierde man van de topper. Moet hij optreden in de arena? Daar werden ze in Almelo niet vrolijk van. Jan Smit had ook iets met deuren. Hij viel altijd met de deur in huis. Hij was vroeger deurwaarder. Hij speurt scharnieren, zei hij. Ik vroeg voor de deuren, nee voor mezelf, zei hij. Paul van Boekel uit Vierlingsbeek, die fluit ons. Dat is een goede fluittest. Eerst Sparta Vitesse en nou NEC Heracles. Dat verdient lekker twee keer in de week. Vroeger floten ze nog zwart, maar nou in kleur. Oh ja, dat wou ik ook nog even zeggen. Onze trainer, die had een leuke buurvrouw. Ze belde gisteren aan met Peter. Ik heb vanavond zin om te gaan stappen. Beetje sjerpen, de beesten hangen en daarna een beetje vrijen. Heb je iets te doen vanavond, Peter? Nee, is je Peter blij? Zou je dan bij mij op de hond willen passen? We zitten in een klein dipje, maar we komen eruit. We hebben nou dipsaus. Rood, groen en zwart. Dat gaat goed komen. Zo zag ik van de week ook Theo Verbandem in de krant. De baas van het stadion. Jongen, wat zag hij eruit met die beeld? Liek me een zwerver, man. Ja, een voorbeeldfunctie. Neem bijvoorbeeld de mijne, een mooie gladde jongen. Niet zo'n zwerverskop, man. Het wordt moeilijk zondag, maar we blijven erachter staan en we gaan toch weer voor een overwinning. En het gaat goed komen. Houden wij. Tot volgende keer.